Waar het is. Hallo. Schreeuw eens in dat ding. Ah! Ja. Dan kan ik rustig mijn blauwe sapje drinken. Hij heeft een blauw chemisch sapje gekocht bij de Jumbo. We gaan weer verder met Pikmin 1. Hoop waarschijnlijk de laatste aflevering al. We hebben alle areas voltooid voor de rest. En we moeten nu alleen nog maar naar de Distant Spring. Waar 10 hele ship parts zijn. 10 hele ship parts. Cool. Heel cool. Er is hier ook een geheime baas. Ik denk niet dat ik hem ga doen. Hij is echt heel moeilijk. Ik wil hem niet doen. Hij spawnt alleen maar als je hier voor dag 15 bent. Waarom ga je hem niet doen dan? Omdat hij echt veel te fucking moeilijk is. Hij is buggy en hij is moeilijk en hij is stom. Zoals je ziet is deze area vooral gevuld met heel veel water. Het is gewoon een hele grote pool. Heb je een hele kleine puzzelachtig iets gehad. En hoe gaan ze dat chillen over dat kleine regeltje? Ze vallen eraf. Ja, dat is de manier. Ja, daarom wil je blauwe Pikmin hebben, Slimpy. Die kunnen afvallen. Ja, die kunnen onder water ademen. Daarom wil je blauwe Pikmin hebben hier. Waarom? Volg mij gewoon. Waarom zitten jullie vast in het zand? Nou, kijk, je shipart is gearriveerd. Hier hebben wij de Repair Type Bolt. Echt geweldig. Hoeft nog maar 9 shipparts. 10 eigenlijk, maar goed. Oeh, en daar hebben we grote jongen. Ja, dat is een Bull Bear. En de Bull Bear is hier nog niet bijzonder gevaarlijk. Maar in Pikmin 2 ga je echt bang voor hem zijn. Echt heel erg bang. Nee, het is het gekke vliegmonster. Normaal dat je wel op de zee wezen. Zeggen dat dit naar blauwe best maakt, maar stiekem is het gewoon goa. Suiker en zoetstof. Niet suiker of zoetstof, maar suiker en zoetstof. Doei. Hier hebben we nummer 2. Die op een redelijk onhandige plek ligt. Oké, nee, hij is ook dood. Zoals ik al zei, ze zijn niet zo gevaarlijk in dit spel en in het tweede is wel echt fucking gevaarlijk. Mijn rol in deze aflevering is dit blauwe goedje naar binnen werken. Trouwens, fun fact, ik heb op dit moment van opnemen nog geen enkele Pikmin aflevering geëdit. Dus we hebben waarschijnlijk gewoon de serie uit voordat ik ook maar 1 aflevering ervan geëdit heb. Wat wel echt heel grappig is natuurlijk. Ja, echt komisch. Ik ben heel grappig. Ja, je bent komisch. Ik ben heel komisch. Of ik ga even een shipart opzoeken. Ja, laat ik dat eens doen. Want er is een shipart hier in het water. Ik heb het goedje bijna op. Als ik halfweg de video neerval. Dan run ik nu het kanaal. Zie dat ding hier? Dat ding willen we niet openmaken. Jawel, maak hem open. Ja, en we maken hem kapot. Ah. De shipart zit weer in dat zee. In zee wow, wacht even. Jij bent god. Jij loopt gewoon op het water. Het water lijkt heel diep en jij loopt er gewoon op. Nu vallen, ja, allemaal dood. Nee, want hij kan niet doden door te pletten. Oh. Hij kan niet eens doden trouwens. Als hij de Pikmin omver blaast worden, raakt ze alleen de bloemen kwijt. Nee, bloemen. Het enige wat ik deze fucking video heb gedaan is eten. De video is ook nog maar net begonnen. Ja. Nou, ik hoop gewoon dat ze dit veilig kunnen. Dus ik ga gewoon geen oogje in het cel houden ofzo. Als ze sterven is er een geschuld. Zo. En om een of andere reden liggen hier dus botten van een of andere wezen. Wat de boel bij waarschijnlijk heeft opgevreten ofzo. Ik ben niet geïnteresseerd in vallende wezens. Oké. Okay. Speelt ook Undertale. Nee! Oh. Bommen. Pak de explosieven. Ligt er daar nog één? Daar ligt er jullie missen er één. Daar liggen er ook nog 2. Ja, dank je. Hier liggen er ook nog 2. Misschien wel meer, want onder een van de laat ze nooit altijd alle bombrocks zien. Kijk, ze pakken er gewoon 3. Ja. Dan heb je rennen van je zakgeld. Oké, dan gaan we hoor. Naar de muur. Ik kan letterlijk via rechts langs, maar... Ik zie ook eigenlijk ook nu pas voor het eerst dat dit mogelijk is. Ik dacht altijd dat je die muur moest lopen. Daar komt hij. Hij staat opvangen. Ja. Ooit gaat hij springen en dan let ik niet op en dan ben ik Sjaak. Waar is iedereen trouwens? Ik zit me net te bedenken dat ik iedereen wel terug moet brengen. In het water. Ja. Die gaan gewoon niet redden. Die hebben gewoon pech. Ja, ik beëindig de dag gewoon. Je hebt nog maar 7 nodig. 8. Ik ga er gewoon 100 blauwe uithalen voor de ene brug. Maar de distance spring gaat altijd echt verrassend snel. Dus dat scheelt. Dood. Komt ie! Sterf! Ja, dank je.
Ze zeggen nu letterlijk, de Pikmin that are carrying stuff don't know where to go. Maar ze kunnen letterlijk in het water. Ja. Oh, 50. Dit is dus het zwaarste ship part in het spel trouwens. Had ik er nog drie nodig? Nog eentje. Ja, oké. Oh, jij gemeenerik! Hij is allemaal vermoord! Nee, hij heeft gewoon iedereen vermoord bij de muur. Echt geweldig. Dit is gewoon de dodelijkste vijand ooit, een kikker. Dit is een geluk. Oh! Zag je wegvliegen? Jij verdient de dood. Hij doet letterlijk niks. Nu doet hij wat, nu verdien jij de dood. Ah! Dat deed mij pijn, een heel klein beetje. Hij vermoordt iedereen. Okay. Waarschijnlijk halen we het volgende dag wel om de rest van die shippers terug te brengen, anders de dag daarna. We zijn nu aan de hand. Hij is helemaal... Wat? Boom. Weet je nog die Pikmin die wegvloog? Blijkbaar is eentje gewoon helemaal hierheen gevlogen. En wordt er nu als afleiding gebruikt ofzo, maar hij gaat gewoon niet dood. Wat heel erg vreemd is, maar... Een kleine uur over ofzo. Een klein uur. Een kleine uur over. Ja, een paar minuten, I guess. Ja, oké. Okay, een dag duurt 13 minuten in het spel. Ja, weet ik. Maar voor hun is het een uur. Ja, denk het. Is elk van die stipjes een uur? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, dat is een uur. Je hebt 12 van die stipjes. Eigenlijk, alles wat ze dus doen, doen ze eigenlijk fucking langzaam. Want het gaat heel snel. Snap je? Eén stap duurt echt 30 minuten of zo. Ja. Dus je laat gewoon die ene die jou de hit heeft afgeladen laten leiden bij de kanon. De kanon ding gewoon sterven. Voor mij is hij al gestorven. Maar... Ja. Mm-hmm. Ah. Ik denk dat we het vandaag wel redden. Om alle parts in dit. Deze dag niet. Ja, vandaag in de opname natuurlijk ook wel. Maar toen ben je dat we in dag 13 nu alle... parts in deze area terug kunnen brengen. Dat hoop ik voor jou. Wat wel leuk is, als er zo'n speciaal iets was, dat als een Pikmin heel erg veel nectar heeft gedronken, of dat één Pikmin alle nectar in een stuk heeft gedronken. Heel groot. Dat hij gewoon, ja, zoiets. Dat je gewoon een of andere superpower Pikmin krijgt of zo, weet ik veel. Hij maakt hem kapot. Hij eet de brug op, nee! Hij maakt hem kapot, snel, gaat langs, pak hem. Werk, sneller, alsjeblieft. Dit spel gaat echt niet over slaven hoor. Nee. Oh, het is een heel stuk zwaarder dan ik dacht, oké. Okay. Het is gewoon een fucking kussen, maar goed. Ik heb nog 408. Ik denk in dit geval nu bijna 407. 6 zelfs, oké. Okay. 5. 5, 4. 3. Jongen. Als we dan gewoon beide shippers boven water krijgen en dan ervoor zorgen dat iets van rood of zo het meenemen. Oh, hier gaan ze een vrije val maken, let op hè. Komen ze. Daar staat er nog eentje toe te kijken hoe iedereen naar beneden flikkert. Hoppa! Kom je ook mee? Nee. Zo. Ik zorg ervoor dat je mee komt mijn fluitjes te aantrekken. Ja, rattenvanger van Hapelen. Ja! Ja! Nu kun je wel lekker zitten thuis, je reed. Yeah! Je zorgt juist voor dat je met gele dat chip daar naar beneden krijgt, dan kun je met blauw dat ding weer het. Dan zie je daar weer die blauwe bloem. Oh, daar kunnen de blauwe niet komen. Ik heb niet genoeg geel, echt geweldig. Ik heb er nog 2 nodig. 1. 1. Ga je dat meenemen? Ja, je hebt er 1 nodig. Oké. Okay. Was dat nodig? Ja, want dit stukje doet kapot laan meer hier. We hebben toch alleen nog zo meteen die laatste baas ding en dan hebben we toch eigenlijk het spel uitgespeeld. Yup. Gaan we zo gewoon 2 shippers gelijk achter. Je ziet gewoon de Pikmin die het volgende shippard carry en daar al staan. Alleen het shippard is verdwenen, om de een of andere reden. Oké, daar zijn ze. En die Pikmin daar zo. Oh. Oh, summoning circle. Oké, goed. We kunnen de dag beëindigen, want ons schip is grotendeels klaar nu. Oh. Eigenlijk hebben we het spel uitgespeeld. Zelfs als je bij de 30ste dag komt, heb je het officieel al uitgespeeld.
de final trial en nu is het ook een sterrenregen, omdat het nu spannend is. Gewoon één hele grote baas of zo. Nee. Eerst een puzzel, dat had je nog onthouden. Ja, natuurlijk heb je eerst een puzzel. Voor eigenlijk maar één vijand. Een dag? Is mogelijk. Ik denk niet dat het mogelijk is om het laatste stuk terug te brengen in dezelfde dag, maar... Ik heb nu nog een paar rooien nodig om door die muur van vuur heen te komen daar. Volgens mij maar 10. Je hebt echt superveel pigmen in het rood en dan kies je ervoor om er maar 10 mee te nemen. Ja, omdat ik er maar 10 nodig heb op dit moment. Daar is hij. Pak dat ding gewoon! Dit is de laatste keer dat we ooit blauwe gaan zien. Nee! Niet de blauwe! Ik zou nu gewoon alle rode pakken. Nou, dit ziet er wel echt heel erg uit als geen arena. Nee. Het is gewoon een zandbak. Ja, ik heb plant gaan we alleen nog niet wakker maken, want dat is natuurlijk de eindbaas. Wow, echt verrassend. Waar? Ja! Wow, wacht. Nee, plots, hij komt zo gewoon een keer random van uit de lucht vallen. Dat is weer zo'n stomme spin. Ik ben heel erg slecht in dit gevecht, dus er gaan waarschijnlijk heel erg veel Pikmin verloren worden. God! Stop met gras plukken. Jij zegt ook altijd tegen een koeien. Ja. Wakker maken, hoe komt hij? Wow. Oké, wat je wil doen, je wil dat hij bombrocks gaat eten. Heel veel bombrocks gaat eten, want dan explodeert hij. Dan kun je gewoon dit doen. Alleen hij heeft heel veel HP en iedereen gaat dood omdat iemand besloot een bombrock te werpen. Echt geweldig. Ja, jij hebt besloten te doen. Jij bestuurt die poppetjes, zeg maar. Ze hebben geen eigen wil, jij bestuurt ze. Hallo. Hoi. Open je mond dus, dank je. Ja. Lekker. Boom. Ja, de Pikmin gaat dan wel mee, maar goed. Nou ja, het gaat nog redelijk. Wacht maar. Zeg maar dat het tot nu toe nog redelijk gaat. Oh, hij doet heel veel! Dus je wat voor heel lang. Dat hoop ik voor jou. Dit, maar. Dat hoop ik voor jou, dat het zo werkt. Je hebt echt 5 bommen gegeten of zo, als het niet meer was. Oké, en nu hebben we een probleem, want nu gaat hij springen. Daarom heb ik nu ook het top-aanzicht gebruikt. Open je mond alsjeblieft, niet springen, dank je. Ah, fuck. Oké, dat was de rest 2. Van mijn bommen. Ah, de 2, ja. Maar nu is hij nog bijna dood. Spammen. Hij is bijna dood. Sterf! Ja, oké. Zo moeilijk was dit gevecht niet. En hij dropt het spaarvarken. Jee, mijn geld. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En dat was Pikmin. We wachten nu gewoon tot... Jij zegt letterlijk net, ik weet niet of ik dit wel ga redden. Ja, ik ben normaal echt kapot slecht in dit gevecht. En nu gaat het echt in 3 seconden. Halve dag en je hebt ons gewoon gehaald. Maar goed, zoals ik al zei, het is pas echt extreem, extreem kort. Dus vandaar dat we Pikmin 2 gelijk volgende over 2 weken gaan doen. 2 weken? Dat is... December of zo. Volgend jaar misschien, dat kan nog maar iets zo zijn zelf. December. Dat kan nog best wel iets zo zijn. Dat is echt wel ver weg, want je hebt nog volledige ervaring in het Nee, dat ga ik niet doen voor dit spel alleen, ik ga dat gewoon combineren. Oh, nou, doei. Doei, ik ga terug naar China. Wauw. Dat heb ik niet gezegd. Nu wordt hij overgesloten door de regenboog. Eindelijk het laatste shitpart. Ja. Ik. Dus had ik maar een paar Pikmin's. Oh. Kijk, ze hebben geleerd voor hunzelf op te komen. Slavernij is goed. Dat heb ik ook niet gezegd. Dan gaat hij met de realistische foto van de aarde. Ja. En dan de cartoon dingen van de schip en zo erbij. Oh. Waarom komen er zoveel? Waarom komen die überhaupt mee? Uitzwaaien ding. Hij staat weer neer, hè? Ja, en dat is de inleiding voor Pikmin 2. Ja, dat verwacht ik eigenlijk echt. Oké.
Dan krijgen we zo de laatste stats. We hebben 30 parts in 14 dagen. Dat is een nieuw record. Want mijn vorige record op de Switch in ieder geval is 30 parts in 16 dagen. 360 Pikmin hebben het overleefd en 231 zijn gestorven. Dat is wel veel. Ja, maar dat is wel een nieuw record. Bij vorige playgroep toen was 644 gestorven en 174 die het overleefden. Dus dit was een goede playthrough. We hebben alle de blauwe dingen, die zou je eigenlijk dus geskipt kunnen hebben. Dus je kunt het in principe met 25 parts halen, maar dat zijn de hele specifieke die je kunt skippen. Maar waarom kun je die dan skippen? Want die zijn moeilijk of zo? Nee, die zijn overbodig. Ja, ik vind een vak. Waarom zou je een massagemachine nodig hebben? Ik bedoel, dat is met een fotorealistische aarde. Ja, en dan? Oh. Ja, er gaat nog iets gebeuren. De post-credits zien voordat de credits begonnen zijn. Na de credits is het trouwens wel een leuk iets trouwens. Dat wil ik nog wel laten zien. Wat nou als je gewoon dag begint, dag beëindigt, dag begint, dag beëindigt, dag begint. Ja, dan krijg je het slechte einde van het spel. Dan ga je dus gewoon dood. Het slechte einde is dat je doodgaat en de Pikmin breng je dan in een onion. En jij wordt een Pikmin. Nee, dat zo is dat slecht eigenlijk. Omdat je sterft. Nee, want je bent dan toch een Pikmin geworden. Olimar heeft een familie. Boeien. Oh, de herinneringen toen we geland zijn in de Forest of Hope. Oh, toen we de doos duwden. Toen we de boelbord versloegen. Toen we de main engine terugbrachten. Maar, de herinneringen. Ik word hier zo emotioneel van. Waarom heeft Jezus dit spel gemaakt? Oké, maar nu. De adem met het gezichtje. Nu komt het leuke stuk. Extra informatie over alle vijanden. Ja. Je zei dat er iets leuks kwam. Ah. Dank je voor het kijken naar Pikmin. Dit is niet echt het einde van de serie, want ik doe Pikmin 2 gewoon gelijk hierna. Doei.